Welkom weer terug bij de Survival. In de vorige video hebben de Noob en ik een mega muur gebouwd om onze huizen heen. En ook heb ik op mijn kasteel nog een hele lavagracht gemaakt. En ik denk dat er nou niet zo snel meer iemand binnen kan komen. En voor vandaag heb ik ook een heel erg tof idee staan. Maar voordat ik dat ga vertellen, vergeet zeker niet even te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Want dan blijf je op de hoogte van alle survival video's die nog gaan komen. En ik heb hier al een hele hoop obsidian verzameld. En wat die... Hallo, ik sta op het dak. Ik ben van de muur op het dak gevallen. Oh. Maar ik ga op het bed springen. Kijk maar uit. Oh, nee, nee. Kijk uit. Oh. Oh. Ja, dat was net mis. Het bed stond niet dichtbij genoeg. Ja, en lag aan het bed, hè. Dat vind ik ook. Maar, Noob, ik heb een heel erg leuk idee wat we vandaag kunnen gaan doen. Oh, wat gaan we doen dan, Giel? Nou, ik zat te denken dat we naar de Nether gaan. Ben je daar ooit geweest? Nether? Naar de Nether, inderdaad. We gaan naar de Nether. Ben ik nog nooit geweest. Ik weet niet eens wat dat is. Oh, ja, dat maakt het wel een beetje lastig, Noob. We moeten naar de Nether gaan. En wat we daar gaan doen... Maar ik heb wel een zwaard van steen. Je bent al goed voorbereid, inderdaad. Ik ga ook even een stenen zwaard maken, want mijn iron sword is bijna op. Of heb je nog iron in je huis liggen? Nee, ik heb geen iron. Oké, nou dan pak ik eventjes een houtje en dan komt het ook helemaal goed. Ik ga gewoon een stenen zwaard maken. Klinkt heel gevaarlijk, de Nether. Ja, dat is het eigenlijk ook wel. Het is eigenlijk de meest gevaarlijke plek in Minecraft, dus daar heb je wel een punt. Oh. Maar waar we dus vandaag naar gaan zoeken is netherite. En weet je wat netherite is dan toevallig? Weet je dat wel? Nee, ik weet niet wat dat is. Is dat net als dirt? Nee, dat is nog beter. Je hebt zeg maar het beste blok in Minecraft. Wat is het beste blok in Minecraft? Diamond. Ja, wow! Nee, dirt! Nee, ja, dirt. Diamond inderdaad. Heel goed, je zegt het in één keer goed. Wat knap van jou. Ik zou eigenlijk dirt zeggen, maar diamond ook goed. Ja, dat zou je denken, maar netherite is nog net een stapje beter dan diamond. Wauw, heb jij dat nou vast al? Nee, dit is obsidian en dit hebben we nodig om naar de nether te gaan. Want we gaan een portaal bouwen en daarmee gaan we daar komen. Dus ik ga het je even laten zien, dan doen we zo. Ja. En dan doen we zo, hoppakee, kijk eens eventjes. En dan maken we hier nog even dit zo dicht. En Noob, ik geef jou de eer om hem aan te steken. Wat vind je daarvan? Hoe doe ik dat leuk, aansteken met wat je net hebt gegeven? Ja, dit is een flint en steel. Oftewel een aansteker. En dan moet je rechter muisknop doen. Hier zo op de bovenkant van het onderste blokje. En spring er nog niet in. Kijk. Oké, doei. Nee, Noob. Kijk uit. Okay. We gaan eerst even nog wat broodjes maken. Want we zullen wel wat eten nodig hebben. Voor onderweg natuurlijk ook. Zo, dit moet genoeg zijn. Hopsakee. En kun je die aansteker weer even geven? Want die heb ik zo nodig. Want ik denk niet dat ik jou nog heel erg vertrouw met TNT. Ik ben bang dat dat beter is, ja. Ja, misschien wel. Ik denk misschien dat dat wel beter is. Ja. Nou, wil jij eerst of gaan we gewoon samen? Ik ga er toe! Oké, ik ga er ook in. Maar blijf goed staan, hè, als je er bent. Want je kan zomaar in de lava vallen dadelijk. Wow, ik ben kijk uit. We staan bijna in de lava. Ja, kom deze kant op. Oké. Waar zijn we? Waar zijn we? We zijn hier. Maar in de Nether zijn een paar regels, Noob. Er zijn een paar hele belangrijke regels waar we ons aan moeten houden. Je ziet daar allemaal van die varkens staan en zo. Daar bovenop ook waarschijnlijk. Ja, ik zie... Ja, ik zie daar wel iemand staan. Ja, daar moet je dus voor uitkijken, want die vallen je dus aan. Dus daar moeten we echt voor uitkijken. Dus kom, rem maar achter me aan. Ik ga achter jou aan. Goed zo. Ik kan niet rennen. Heb je geen genoeg eten? Oh, jawel. Even kijken. Kom, we gaan zo snel. Kom achter me aan, ja? Kom achter me aan. Kom maar. Ik ben bang. Ja, ik ben ook bang, maar dat is logisch. We moeten gewoon eventjes... Ja, weet je, kom maar achter me aan. Maar kijk uit, want er kan zomaar onder ons lava zitten. En dan moeten we wel even rekening mee houden, hoor. Wow, jouw dingen gaat snel. Ja, klopt, want deze blokjes die hak je heel snel weg. Heb je ook een pickaxe bij? Moet je maar eens kijken hoeveel sneller dit weghakt. Gaat snel, hè? Ja. En dit is een hele goede pickaxe. Maar die van jou is ook helemaal paars en die gloeit. Ja, klopt. Deze is betoverd, deze pickaxe. Betoverd, dat is vet. Ja, en ik ga voor jou nog een keer, heb ik al tegen de kijkers gezegd, ook een keer iets betoveren. En dat wordt een schep, zodat je heel snel dirt kan hakken. Dus dat ga ik ook nog even een keertje doen. Ik denk wel dat je dat leuk vindt, toch? Dert. En ja, wat ik eigenlijk nu al aan het doen ben, is zoeken naar netherite. Want dat moet hier ergens in de buurt zitten dadelijk. En dat is een heel erg goed spulletje. Oh, kijk uit, hier is weer lava. Niet hier invallen. Ik loop achter jou aan, want ik ga de vertrouwen niet, toch? Nee, dat snap ik heel goed. Ik bouw hier weer even naar beneden. Maar kijk.
kijk uit, hè. Er kan zomaar een gat in de vloer zitten en dan moet je er niet doorheen lopen. Want ja, er ligt hier overal lava verstopt. Is dit netherdurt waar we doorheen gaan? Nee, dit is geen netherdurt. Oh, kijk uit. Hier is dus zo'n gat. Pas op. Wacht, ik pak even wat blokjes. Oh, trouwens, ik heb hier nog wat bricks. Zo, hoppa. Ja, kijk maar uit, hoor. Want er ligt hier overal lava en ik wil er zelf ook niet invallen. Want zo sterk ben ik nou ook nog weer niet. We hebben hier ook quartz. Weet je wat quartz... Oh, kijk uit. Oh, laat die quartz maar even zitten. Daar gaan we niks mee doen. Oh, kijk uit. Lava. Kijk uit. Ik denk dat we nog een stukje verder naar beneden moeten. Kom maar hier. Kom maar erin. Oh, ja, en dan kijk maar uit, hoor. Er kan hier ook overal nog lava zitten. Maar, oh, wat is dit dan? Weet je wat dit is? Dit is een gloeiende steen. Ja, en als je erop gaat staan, probeer maar eens. Ga er maar eens op staan. Kijk, dan... Dan gebeurt er dus dat. Dus ik dacht van, yo, dit neem ik even mee. Want dit kunnen we wel goed gebruiken als beveiliging voor onze basis nog. Ja, dat is wel goed. Dat er dan mensen niet meer op bij ons kunnen binnenkomen. Ja, precies. Dit kunnen we misschien wel om de hele muur heen maken als we hier genoeg van vinden. Dat zou wel chill zijn. Wow, het ziet er wel echt heel vet uit, hoor. Ja, echt, hè? Dit is een mooi spulletje. Ik wist niet eens dat het in het nether lag, joh. Dit is top. Hoppakee. Ja, jij bent ook lekker aan het meehakken. Goed zo. Ja, ik kan ook hakken. Ik weet het. Jij bent de beste hakker die ik ken. Hak. Alleen deze keer geen dug. Ja, nou, dit hebben we allemaal weggehakt. Maar we moeten dus netherite gaan vinden. En ik weet niet precies waar dat zit, maar ik denk dat we best erbij komen. Oh, kijk uit. Nog meer lava. Weet je, ik ga gewoon even deze kant op. Overal, het is wel gevaarlijk hier, hoor. Overal lava en monsters, varkensmonsters. Oh, nog meer lava. Maar ik hak gewoon telkens een beetje een andere kant op. Zodat we in ieder geval een beetje... Oh, nog meer lava. We worden ingesloten door de lava. Oh, nee. Oké, Noob. Ik denk dat we hier wel ergens op een betere plek zitten. We zitten bijna helemaal beneden. We moeten naar het bedrock. Weet je nog wat bedrock is? Nee, ik weet niet wat bedrock is. Heb ik nog nooit gezien. Oké, dat is het helemaal onderste blok van de Minecraft-wereld. Daar kun je niet doorheen hakken. En dat zijn we nu aan het zoeken eigenlijk. Oh. En deze blokken die gaan wel goed van pas komen, hoor, in onze survival. Dat weet ik zeker. Het zijn echt veel blokken ook. Ja, het zijn er echt veel, hè. Dat is echt super chill. Die zitten met heel veel bij elkaar, inderdaad. Maar laten we maar gewoon even verder naar beneden hakken. Want we moeten zo ver mogelijk naar beneden totdat we dus bij het bedrock zijn. En hier zie ik nog allemaal van die quartz. Ja, daar hebben we in principe ook helemaal niks aan. Kom je achter me aan of niet? Ik kom eraan. Oh, goed zo. Ik was nog aan het... die blokken aan het minen. Oh, goed zo. Ja, we komen dichterbij. Ik voel het. Ik ruik het. We komen er wel. Hak. Even kijken. Waar blijft dat bedrock nou? We zijn al zo diep in deze wereld. Misschien moeten we recht naar beneden hakken. Dat is altijd goed. Oh, kijk. Ja, ik heb het gevonden. Kijk, deze blokken is het bedrock. En daar kan je niet op hakken. Nee, daar kun je niet op hakken. Maar wat we dus nu gaan doen... Dit wordt heel erg vet. Want nu gaan we dus netherite zoeken. En netherite zit hier dus ergens verstopt. En ik heb een hele hoop TNT meegenomen. En die ga ik nu even plaatsen, ja? Maar blijf jij anders maar even daar. Zorg maar dat je... Ik blijf uit een beetje in de buurt blijft inderdaad. Of uit de buurt. En dan ga ik dit hier zo plaatsen. En dan ontploffen we dadelijk heel veel. En netherite is zo sterk. Dat kan je niet met TNT laten ontploffen. Dus, zie je deze TNT? Ik heb een hele rij gemaakt. En nu gaan we een hele grote mega explosie doen. Oké, we gaan hem aansteken. In 3, 2, 1. Oh, aan de kant. Dit wordt een mega oplossing. Het gaat echt super snel. Oh, wacht. We moeten nog even wat meer aansteken, zie ik al. Het is niet helemaal goed gegaan. Bam. Oké, let's go. Dit is een hele grote ontploffing. Wauw. Maar we hebben nog geen netherite. Waar komt een netherite? Ik wil het hebben. Ik zet er gewoon nog even eentje neer. Zo, misschien komt het hier wel tevoorschijn. Nu gaat hij verder. Oké, ik ga hier ook even het volgende stuk nog laten ontploffen. Redden! Noob. We hebben het al gevonden gewoon hier. Kijk, hier zit het in de muur. Wow. Dit is het spul wat we nodig hebben. Is dat het spul? Ja, dit is netherite. Of ja, ancient debris heet dit of zo. Iets in die richting. Ik kan dat niet. Kijken. Dat duurt heel lang met mijn Dat moet je niet doen. Dan krijg je hem niet als je hem hakt. Hoezo? Ja, dat moet met een diamond pickaxe. Kijk, hier nog één. Hoeveel hebben we die nodig? Want ik weet het niet. Zeldzaam is. Ja, ik denk dat...
dat als we er 4 hebben of zo, dan komen we al een heel eind. Maar ik ga hier gewoon eventjes een heel groot stuk nog verder hakken. En dat... Oh nee, lava, 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 lava. We gaan niet deze kant op. We kunnen nog even deze kant op misschien. Misschien dat we het hier al vinden. Eventjes kijken. Ik hoop het in ieder geval. We gaan gewoon nog een heel ding opblazen. Ik heb ze al klaargezet. Ben je er klaar voor? Ja, doe maar aanstikken. Oké, 3, 2, 1, pap. Oké, oh, daar gaat hij. Redden. Aan de kant, aan de kant, aan de kant. Oh, oh. Oh, hij gaat al. Hij gaat al. En oh, ik hoop zo erg dat we nog wat meer vinden. Er zit nog meer, meer. Let's go, dit is top. Nou zijn wij mijnwerkers. Ja, we waren eerst metselaars, of wat zei jij? Ja, metselaars en nu zijn we mijnwerkers. En nu zijn we mijnwerkers, inderdaad. Nou hebben we er al 4, of niet? Ja, we hebben er nu 4. En hier zit er nog één, dit is al 5. Wow. En dit is al beter dan Diamond, hè. Maar volgens mij hebben we er wel... Oh, hier zit er gewoon nog één. Oh, let's go. Yes. Ik denk dat we gewoon beter even een hele veilige plek kunnen gaan zoeken in de normale wereld. Maar dan moeten we weer bij de monsters langs. Dat klopt. Maar laten we gewoon even teruggaan naar de normale wereld. En het daar veilig in een chest gaan doen. Noob, we hebben het overleefd. We zijn eindelijk weer terug. Wauw, wat hebben wij dat goed gedaan. Ja, echt hè. Ik ben niet eens dood gegaan. Je bent gewoon niet dood gegaan in de Nether. Dat is zo knap van jou. Mij dat ook maken. Nee, dat ga ik ook niet doen. Maar we moeten even een goede plek hebben om dit te verstoppen. Ja, want dan kunnen we... Wat kunnen we daar eigenlijk mee? Hiermee kunnen we de beste armor ooit maken. Maar dan moeten we nog wel wat diamonds vinden en zo. Dus het gaat nog wel even duren, maar dat zou kunnen. Ja, maar ik vond het wel heel spannend om de nieuwe wereld te zien. Maar tegelijkertijd heel cool dat ik dat wel gewoon heb overleefd. Ja. Ik ben trots op je, man. Goed gedaan. Ja, ik heb al mijn spullen nog. Yes. Oké, ik ga hier gewoon denk ik onder het portaal een chest verstoppen, ja? Ik denk dat wel een goede plek is en dat niemand het daar verwacht. Ik heb hier nog gewoon een chest liggen, dat is fijn. Dan zet ik die daar gewoon neer. Dan plaats ik hem hieronder. Ik heb dirt. Oh ja. Oh, wacht, we moeten eerst even in nog. Hoppa. En als je dan shift indrukt en dan plaats, dan kun je hem opzetten. Ja, let's go. Ja. Yes. En ik heb hier nog wat dirt voor je, alsjeblieft. Dit mag je tegen niemand doorvertellen, hè, dat hier die kist zit. Nee, die kist is ons geheimpje. Ons geheim, inderdaad. Yes. Hey, dit hebben we echt goed gedaan, man. High five. Yes. Klik hier om te zien als je wilt weten waar Mick op dit moment mee bezig is. Ik hoop niet dat hij al plannetjes aan het smeden is om ons terug te pakken. En klik hier voor het kanaal van de Noobspeler, want hij heeft zelf ook een kanaal. Dus ga daar zeker even op abonneren. Dan wil ik jullie allemaal enorm bedanken voor het kijken, mensen. Later. Doei. En klik nog even snel op deze video's, want ze gaan weg. In 3, 2, 1.